De vroegere Gallo-Romeinse aanwezigheid leeft nog sterk in Haspengouw. Een duidelijk spoor zie je in Bommershoven, een deelgemeente van Borgloon en in 1795 ontstaan door samenvoeging van Bommershoven en Haren. Bommershoven ligt in de vallei van de Marmolbeek en is ontstaan rondom de Romeinse heirbaan Tine Tongeren. Dit is zo'n heirbaan hier en de naam zelf zegt het. Dit was een weg die in de eerste plaats bedoeld was voor het gemakkelijk verplaatsen van de troepen. Hier op het hoogste punt, ze noemen dat de Pullenberg, daar ligt eigenlijk de Pewesboom of de Galgenboom. Die Lemijnseweg die loopt dus hier voorbij, ja, en die loopt dus richting Tongeren naar hier. Hè. Als je naar daar gaat, richting Tongeren. Vroeger zou hier een galg gestaan hebben, vermoeden ze, onder die boom eigenlijk. En die boom dat is dus een zomerlinde en die is eigenlijk zeker minstens 400 jaar oud. Maar die boom, hè, die was eigenlijk in twee gesplitst en die was bijna dood. Maar door boomchirurgie erop toe te passen, hebben ze nu voor gezorgd dat die terug tot leven gekomen is. En nu zijn het eigenlijk twee delen. Op dit pleintje, hè, waar de mensen dan kunnen samenkomen, heb je ook veel. Je hebt hierachter mij het monument van de gesneuvelde, Wereldoorlog 1. Daarna is erbij gezet van Wereldoorlog 2. Dan hier aan mijn linkerkant heb je dus boswachterswoning, is gebouwd door de kasteelheer, begin 20e eeuw. Je hebt er ook een kapel, Sint-Pieterskapelletje, dat op hetzelfde moment gebouwd is. En dan hier achter mij, schuin achter mij, heb je dus Café de Ware Vrienden, waar ook nog een oud café, volkscafé, waar een paar oude sporten nog bedreven worden, zoals hanenzingen en handboogschieten op liggende wip. En dat café dat bevindt zich eigenlijk aan de tramstatie.